Ik ben van opleiding dokter in de psychologie en psychotherapeut en sinds 2006 werkzaam in palliatieve zorg. Eerst een aantal jaar als psycholoog binnen de VZW Heidehuis, waar ik gewerkt heb binnen palliatief dagcentrum, palliatieve thuiszorg. Ook veel vormingen gegeven voor het netwerk palliatieve zorg. Dan ben ik een aantal jaren hoofdverantwoordelijk geweest van de organisatie. Ook een aantal jaren gewerkt voor de Vlaamse Koepel, de Federatie Palliatieve Zorg, als researchcoördinator. En eigenlijk van in het begin is mijn focus geweest wat men noemt de vierde pijler binnen palliatieve zorg. Dat is alles wat te maken heeft met wat men noemt het existentiële spirituele. Omdat dat eigenlijk de pijler is waar er nu nog altijd het meeste werk aan de winkel is. De aanleiding om het boek te schrijven was de vaststelling dat er heel veel onduidelijkheid is, heel veel verwarring rond dat existentiële, dat spirituele. Waardoor het ook voor zorgverleners heel moeilijk wordt om dat concreet invulling te geven. En ik heb dus vanuit mijn achtergrond, vanuit de psychologie, maar ook vanuit mijn ervaring, vanuit heel veel gesprekken met collega's, met patiënten, met familieleden, eigenlijk geprobeerd om dat domein zo helder, zo voelbaar, zo concreet mogelijk te maken. Want het is niet vaag. Het is niet vager dan alles wat met lichamelijkheid te maken heeft. De vraag is, durven we het voelen? Durven we er naartoe gaan? Daar gaat het eigenlijk over. Het spirituele aspect is aan het levenseinde bij momenten het meest belangrijke van heel het stervensproces. Nog belangrijker dan de behandeling van lichamelijke symptomen en ongemakken. Omdat sterven uiteindelijk de ultieme ceremonie is in ons leven en geen medisch probleem. En dat is heel belangrijk om ons te realiseren. En dat betekent niet dat het medische luik niet belangrijk is, de medische opvolging, absoluut. Maar het mag niet ten koste gaan van waar het eigenlijk in essentie over gaat. De focus van de voordracht is wat ik noem de binnenkant van de dood. En daarmee bedoel ik, wat gebeurt er met iemand die zwaar ziek is? Wat gebeurt er in de laatste levensfase op mentaal, cognitief, existentieel, spiritueel niveau? Hoe is het om slecht nieuws te krijgen? Hoe ziet dat levenseinde eruit? En in welke mate verschilt dat van de dagelijkse leefwereld waarin dat heel veel mensen drukdoende, drukpresterend rondlopen alsof er hier nooit een einde aankomt. En dat is cruciaal als we echt op een diepgaande manier aanwezig willen zijn bij iemand die zwaar ziek is. Dat we echt een poging doen om voeling te krijgen met de leefwereld van de zwaar zieke en de stervende. Er zit een belangrijke boodschap in voor iedereen. Hè? Voor iedereen die ooit zal sterven. We krijgen er allemaal mee te maken. Dus het is voor hulpverleners. Het is voor mensen die op dit moment met een ziek iemand geconfronteerd worden in de familie. Maar ook mensen die... Ja, soms zeggen mensen mij van ja, ik zou graag aan een of andere training deelnemen. Niet omdat ik professioneel ermee bezig ben. Niet omdat ik zorg draag voor iemand op dit moment. Maar wel, ik zie mijn ouders verouderen en ik voel me niet voorbereid. Ik merk dat ik zelf fysiek achteruit ga of echt wel verouder en ik voel me niet voorbereid. Er zit een belangrijke boodschap in voor iedereen, voor alle sterven. Eigenlijk zijn we in zekere zin allemaal palliatief.